Nou, vergeet het maar. Weet je, dit is weer een iets kortere zwarte dan dit. Marikondo, ik weet het niet. There he goes. Goedemiddag, we starten weer met een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zondag 16 juni. Ik ben Janneke van Huisje Weltevree en ik vlog wekelijks met mezelf, de kinderen, gastkinderen op een ander kanaal. En dat is het Huisje Weltevree Kids kanaal trouwens, even snel tussendoor. Weet je zeker dat je deze video weer leuk gaat vinden? Geef hem zeker alvast een duimpje omhoog. Dan vergeet je het niet aan het eind van de video. Deze week staat in het teken van het opruimen van de chaos die jullie vorige week in mijn huis hebben gezien. Want ik heb jullie een huistour gegeven en ja, dat zag er als een rommeltje uit, toch? En daar had ik een reden voor, want ik had zoiets van ja, ik ga jullie ook meenemen. Ik weet niet of het deze week alleen lukt. Misschien zijn er wel 2 weken voor nodig om het op te ruimen, want ik heb een hele drukke week voor de boeg. Het is nu al zondagmiddag, want ik moest eerst een vlog editen. Dus we gaan het zien hoe dat zich gaat opknappen. De zolder gaat sowieso niet lukken deze week. Daar heb ik natuurlijk meerdere weken voor nodig om dat allemaal uit te zoeken. En ook het grof vuil moet natuurlijk moet weggebracht worden. Want er zitten heel veel spullen bij die gewoon lekker weg kunnen. Die misschien naar de kringloop kunnen, die misschien naar de stort gaan. We gaan het beleven. Dus teken van opruimen deze week. Dus ja, zodra er iets opruimerigs te melden valt, meld ik mij weer bij jullie. Dit is trouwens het trouwkaartje wat ik heb gekocht. En dat kaartje heb ik gekocht voor de zus van Bianca. Bianca is medevlogster waarmee ik in een soort chatgroepje zit. Of een ja, Facebookgroepje is het meer. En we kletsen heel vaak. En ze vertelde dus dat de zus ging trouwen. En ja, dan is het wel leuk als we met z'n allen ook weer kaartjes gaan sturen natuurlijk. Dus vandaar dat ik een kaartje heb gekocht. Ook vanuit de vlog van harte gefeliciteerd met je huwelijk, zus van Bianca. Oh ja, ik zal natuurlijk even het kanaal van Bianca even linken. Die kun je hier vinden. Ze verdient wel weer eens een keer een shout-out natuurlijk. Want de laatste is geweest met de swap of zo. En ze heeft gewoon zo'n leuk YouTube kanaal. Haar kanaal heet Hoi, ik ben Bianca en vlogger op wielen. Ga gewoon kijken. Ga kijken op haar kanaal en je zal zien. Superleuk. Ik ga verder. En ja, ik zie jullie straks zo weer. Ja. Ik wilde mijn kast opruimen, maar ik moet nog eerst even de 2 wasjes wegwerken. Nou, het meeste is weer gevouwen. En nu is de klus zwarte sokken matchen. Dan zou je denken, nou ja, zwart en zwart kan toch mooi bij elkaar. Nou, vergeet het maar. Weet je, dit is weer een iets kortere zwarte dan dit. En deze rand is weer anders dan die rand en dan deze rand. Deze heeft hier een klein werkje. Maakt het op zich weer makkelijker om de match te vinden. Deze is weer wat nieuwer dan de rest. Nou, volgens mij hebben we hier een match. Dit is een match. En dan hebben we... Nee, dat is ook niet echt een match. Nou, ik puzzel nog even verder. Kennen jullie dat? Laat even weten of jullie daar ook zoveel moeite mee hebben met zwarte sokken matchen. Dat is makkelijk. Die is in zijn eentje teruggekomen. Die heeft geen partner meer. Helaas. Ja, en sokken zonder partner gaan bij mij in de sokkentas. Hier een tas hangen. En er zitten allemaal singles in. En 1 keer in de week of zo, of 1 keer in de 2 weken, dan zoek ik ze uit. En hebben ze weer een setje. Oké, kast. We gaan dit doen. Maar eerst heb ik een trappetje nodig. Oké, ik heb u alles van die ene kant, nou ja, behalve. Kijk. Zoals hemdjes, pyjama's en zo. Die laat ik er nog even in. Want het wordt echt één grote chaos, Marie Kondo. Ik weet het niet. Dus nee, dat ga ik niet doen. Dus wat ik ga doen, is nu alle wintertruien ga ik helemaal hoog daar. Weet je, waar ik echt met het trappetje... Oh, wacht. De zomerkleding komen uit plastic bakken. Dus de winterkleding moet ik... De winterkleding gaat natuurlijk ook weer terug in die plastic bakken. Huh? Ja. Dus eigenlijk had ik mijn zomerkleding al eruit moeten halen. Want dan had ik de winterkleding meteen erin kunnen doen. Als ik die zomerkleren nou even hier op Rosa's bed doe. Ik heb nog een plekje. Want de zomerkleren. Even trap
kant. Dat heb je als je grote kast hebt, hè? Die staan daarbovenop in bakken. Ja, en ik heb nog een hoop hoeslakens die ook weg kunnen. Dus die bakken moeten leeg en dan gaan de winterkleren in. En dan moet ik dit ook nog allemaal uitzoeken. En dan de sokken nog en zo. Ik denk dat dit al een weektaak is voor mij. Dus ik ga nu eerst die plastic bakken er even uithalen en leeg storten. Ga ik niet allemaal filmen hoor. Maar dat ga ik neerleggen op Roze's bed en dan ga ik daar de winterkleren in doen. Dit is nu de stand. Ik heb de zomerkleding erin. Een beetje uitgezocht, maar wat een werk. Die kast gaat echt meer dagen nemen dan dat ik had gedacht. Ik wilde die hoek ook nog even opruimen. Dat ga ik wel even doen. Er zitten ook zomerschoenen staan er ook in een bak. Die moet ook even opgeruimd worden. En die hoek moet gewoon leeg. Moet gewoon opgeruimd zijn. Dus dat ga ik nog even doen. Dan ligt er hier nog het een en ander aan zomerpyjama's. Dus ik gooi nog even mijn winterpyjama's die veel te warm zijn. Gooi ik even in de bak die daar staat. En dan ben ik klaar voor vandaag. En dan elke vrije dag die ik heb. Dat is vrijdag. Nee, morgenmiddag heb ik even een moment dat ik het kan doen. Vrijdag heb ik een moment dat ik het kan doen. En het weekend ook. Oh nee, de kleintjes komen slapen. Vrijdag heb ik wel een moment dat ik het kan doen. En zondag. Dus dan ga ik weer verder met de kast. Inmiddels zijn we een paar uur later. Is dit de stand? De hoek is leeg. Alleen dit nog even opruimen. Maar ja, er lag ook nog best wel wat wol wat ik uit moet zoeken. En dan stagneert de boel. En dan heb ik niet zo heel veel zin om dit nog uit te zoeken. Want ik moet beneden ook nog allemaal dingen doen. Dus ik ga dit even in tassen laten. Dat komt van de week dan wel. Of ik zit het in de kast bij de rest. Eerlijk gezegd is dat wat er steeds gebeurt. Dus ja, dat raam ik dan later op. Ik vond nog wat kussentjes die mee naar beneden kunnen. En ik ga straks hier weer verder. Even pauze. Een hele goede middag. Het is vandaag maandag 17 juni. Nou, ik had nog niet gevlogd vandaag. Dus vandaag dat ik goedemiddag zeg. En zodra er iets te melden is, dan meld ik me wel weer. Er is niet zo heel veel spannend op het programma. Ik ben best wel druk met wasjes, editen, nou dat soort dingen. Echt the usual stuff. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag. 19 juni. Hey, comediant. Moest je even weer in de vlog? Ja. Oh, wie zijn dat allemaal? Nee. Hallo. Nou, wie zijn dat? Bianca, nee. Ronald en Suzanne. Die is Ronald. En Fleur die heeft heel wat te vertellen. Fleur ging net heel gezellig meekletsen, maar nou ook zo. Nou is ze met stomheid geslagen, maar dat is altijd als die camera aangaat. Nou, ga je niet meer kletsen? Fleur, ik ga nou wat vertellen. Even slaan, ja. Lijkt heel boos. Oh echt? Ze kijkt echt heel boos. Ja echt hè? Kijk, wat doen die mensen me aan dan? Omdat deze hier. Hallo. Oh, bel vertellen. Oh, ze bellen. Zullen we hem uitdoen weer dan? Dag. Inmiddels kinderen naar huis gebracht. En ik had dit kaartje natuurlijk gekocht. En dat is voor de zus van Bianca. En dat kanaal heb je nu natuurlijk vanmiddag al voorbij zien komen. Ze zat natuurlijk in de chat samen met Fleur en die nam de chat eigenlijk een beetje over. Ik ga dat kaartje zo even posten. Het regent, maar anders ga ik het gewoon vergeten. Als ik morgen ga doen, geheid dat hij in mijn tas morgenavond nog steeds in mijn tas zit. En dan is hij niet op tijd, want ze gaan vrijdag trouwen. En het is morgen donderdag. Normaal gesproken, als je het voor 5 uur post, dan is de post de volgende dag is het in huis. Dus ik ga jullie zo wel meenemen naar de brievenbus. We gaan even op zoek naar een brievenbus. Volgens mij best wel ver hier vandaan. Ik weet niet heel zeker of die er nog is. Ik keek Michelle aan, maar die weet natuurlijk ook niet. En het regent en het bliksemt. Maar we gaan dit doen. We kunnen dit gewoon. Ja. Nou, we lopen buiten. Het is echt flink aan het plensen. Ik heb maar even een paraplu meegenomen. Want anders worden jullie nat natuurlijk. Hè? Ja, dat kan natuurlijk niet gebeuren. En het kaartje zit in mijn jaszak. Ik kan het niet allemaal vasthouden. En nu gaan we op zoek naar een brievenbus. Ik kom nooit bij zo'n ding. Alles gaat via de mail natuurlijk. Dus ik ga even een brievenbus zoeken. Laatste keer dat ik het gedaan heb waren kerstkaartjes. Dus
We gaan op zoek. Oep. Gelukkig is het in ieder geval de omweg. Nou, ik pak jullie zo wel weer. Het is een beetje awkward, zijn mensen. There he goes. Gewoon een paraplu op het ding gelegd. Nou, het brave kaartje opdrogen. Dan kon ik hem zo hopla, erheen gooien. Nu weer terug. Ik heb wel mijn loopje nu in ieder geval. Ja toch? Dus, ik hoop dat jullie heel blij zijn met jullie kaartje. Hij is jullie van harte gegund. Heel veel gelukkige jaren samen. En op naar zo'n gouden bruiloft of zo. Wat is dat als je 50 jaar getrouwd bent of zoiets? Is dat toch goud toch? Dat jullie vast wel lukken. Heel veel plezier met jullie bruiloft. Heel veel geluk samen voor de toekomst. Ik stop jullie weg. Ik ga even lopen. Dan moet jullie alleen maar naar mijn geheim luisteren. Dat is goed ook niet. Goedemorgen, het is een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag 21 juni. Heel vroeg. Want zometeen komt de schilder voor mijn badkamerplafond. Dat is natuurlijk aan het afblakeren. Had ik laten zien vorige week. En ja, ik heb hem gebeld. En hij zou dus komen. Hij gaat het afsteken. Hij gaat impregneren weer. Of weer. Hij gaat het nu goed impregneren. En weer opnieuw verven. Dat is de derde keer dan vandaag. Dus ja, dan ben ik nu op aan het wachten. Maar ik ben zo brak. Ik ben echt hartstikke moe. Gisteren ook een brief door de deur gekregen van dat de schilders komen voor de buitenboel. Volgende week. Helemaal prima natuurlijk. Maar ze moeten dus ook bij mijn schuur zijn. En ik heb dus natuurlijk nu net achtertuin opgeruimd met Agnes. Alles klaargezet voor de vuilstort in dat schuurtje buiten. En die moet leeg, want ze willen erbij. Dus ik schiet ze zo meteen, als ik ze zie, dan zal ik wel even overleggen met ze. 11 juli kan de vuilstort pas komen om het op te halen. Daar kan ik natuurlijk niet heel veel aan veranderen. Maar om alles nou in de tuin te gaan gooien en daarna vervolgens weer in het hok te gaan gooien, heb ik wel even wat hulp nodig. Dus of ze helpen me even, of ze moeten even wachten tot 11 juli. En ik denk dat dat even wachten niet gaat lukken, want ze hebben natuurlijk hun eigen planning. Dus ze moeten daarna natuurlijk weer andere wijken doen. Maar een beetje op voorhand een planning krijgen had heel fijn geweest. Dat ik had geweten, nou in die week komen de schilders. En had niet zo slim geweest dus om het hok vol te gooien. Nou, heel veel geklets in de ochtend. Ik ga wachten, ik ga even mijn koffie drinken en mijn broodje eten. En zie jullie later. Oh ja, ik ga straks wel mijn haren laten knippen. Dat ook. Yo a ti te vi mami, bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy, eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari. Alright, hermoso y con timidez me gusta. Y con esa sencillez que asusta. Bank is weer helemaal ontdaan van broodkruimels en dat soort dingen. Liggen allemaal tussen die kussens natuurlijk. Schone kussenhoesjes, zoals jullie net zagen. En nu is het tijd om weer even de video verder te editen. Dus zo tijdens het renderen door, dan doe ik de klusjes en ga ik nu even verder afmaken. Daarna is het de tijd om, heel even, nee dat kan ik ook niet. Daarna is het de tijd om even de vloer te dweilen, de wc even schoon te maken. En dan is de was natuurlijk ook alweer klaar, dan kan die lekker buiten hangen. Het is hartstikke mooi weer, dus die kan lekker buiten hangen. En ik denk dat het dan zo zoetjes aan tijd wordt om mijn haren te laten knippen. Nou, ben ik klaar voor? Tijd om mijn haartjes laten knippen. Ik zie jullie zo weer. En mijn haartjes zijn weer helemaal kort door Wendy van Lelykapper. Dus als je in Lelystad woont, ik heb het al een keer eerder gezegd, ga je zeker even bij haar kijken, want ze kan echt heel leuk knippen. Het is echt een heel stuk korter. Het zou nog net in een staart moeten kunnen, omdat vroeg ik, omdat het nog net in een staartje kon. Want, en hierboven is ook er heel veel van af en ik schijn dus allemaal krulletjes te hebben. Ja, als je een beetje zo kneedt, zo hoes, 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 dan heb ik krulletjes. Nou, helemaal goed toch? Nu ga ik even met mijn zusje voor Luxeflexen kijken. En ik laat jullie thuis, want Michelle had de camera nodig. Dus ja, even een beetje delen. Tot zo. Nou, terug van Luxeflex combi rolgordijn. Die laat ik nog wel een keertje zien. Die heb ik gekocht voor de keuken en voor Michelle haar kamer. Maar ik heb ook een magnetische hor gekocht voor mijn deur.
We hadden laatst die enge wespen binnen. Dus ik had zoiets van, dat moet echt snel opgelost zijn. Want ja, kleine kinderen zijn vaak kleverig. En dan moet je echt geen wespen bij in de buurt willen. Dus het moet gewoon echt beesten, moet gewoon buiten blijven. Wij kunnen nog wel nadenken, weg ervoor lopen. Maar als Rosa op de grond ligt, of als Fleur met zijn limonadebekertje rondloopt en er komt een wesp, dan had ik echt zoiets van, dit moet opgelost worden. Kijk wat ik heb. Ik heb zo'n bruinzeel magneetdeur. Ja, het zit er nog niet helemaal netjes op. Omdat ik heel erg aan het rotzooien was met die magneet. Hier is hij nog weer open. Maar ze heeft het helemaal zelf gedaan. Ik heb het zelf gedaan. We gaan er doorheen. Let op. En. Tschik. Bella, kom. Kom. Tschik. En het is weer dicht. Bella, gaan we naar binnen? Naar binnen. Naar binnen. Je bent de testcase. Ga maar naar binnen. Ga. Ga maar. Je kan er gewoon doorheen lopen. Ja. Oh, gaat dit goed? Ja, dit gaat weer goed. Niet hier. Ik denk dat ik het hier niet helemaal recht heb. Dus dit moet ik nog eventjes fixen. Hier tussen. Maar, yay. Zelf gedaan. Een hele goede morgen. Het is weer een nieuwe dag. Het is vandaag zaterdag 22 juni. Roos en Fleur hebben hier geslapen. En het is prachtig weer. Dus we zijn al buiten. Het is 9:30. We zijn buiten. Fleur is nog een beetje aan het twijfelen of ze wel van het kleedje af durft. Kom maar. Het is niet ouw. Ga maar staan. Jij kan heel goed lopen. Oké, nou, ze was hier eerst met het fietsje en toen had ze bedacht, ik ga bij Rosa op het kleed en ik ga er niet meer af. Je kan op je voetjes. En het is nu nog niet zo heet, dus het is ook wel weer heel fijn om nu buiten te zijn. Vanmiddag is het natuurlijk bloedje heet. En dan is het schaduwmikken hier zo. Dus we genieten nog even van de tijd. Nou, inmiddels zit Fleur op een stoel. Gaat echt niet hier rondlopen. Rosa ligt wel lekker hier. We hebben de parasol even erbij gepakt. Fleur wil geen vieze handen. Wil eigenlijk niet buiten zijn. Nee, hè? Nee. Nee. Nou, toch maar even een beetje wennen eraan. Het wordt zomer. Moet hier binnen zitten. Dat kan ze bekijken. Ja. Dus nu is ze maar op een stoel gedoken, gaat ze daar zitten. Mopperen, wil ze de schoenen uit. Ze wendt wel, komt wel goed. Inmiddels is Fleur wakker. Hi. Fleur, kom hier. Michelle heeft een lekker drankje. Rosa is wakker. En Rowena is er. Die heeft ook een gek haar, heeft Rowena. Moet je maar eens even kijken. Er zitten plukjes tussen. Roze ook. En mijn zusje is er. En Michelle heeft een drankje. En die wil ze wel delen met Fleur. Een heel gezond drankje. Wil je ook? Misschien moet je het even een slabbetje op. Ja, misschien is het gaan uitspugen. Daarom. Doe er dit slabbetje maar even om. Oké, luister goed Fleur wat hierin zit. Verse spinazie, appel, avocado, banaan en citroen. Spinazie? Nee. Oh, dat Janneke ook eens een keer. Zal ik hem aan? Moet ik het gewoon zo voeren? Ja. Een slokje. Mmm. Auw. Lekker hè? Nog een? Nee. Nee. En de weekvlog weer. Af vergeten te sluiten. Vond je het weer een leuke weekvlog? Geef hem zeker een duimpje omhoog. Jullie weten waar je moet abonneren. Als hier beneden op de abonneerknop staat abonneer. Er zit een belletje naast. En als je op dat belletje drukt, dan mis je geen enkele video meer. Yay, wie wil dat nou niet? Ik zie jullie volgende week weer in een nieuwe weekvlog, shoplog of ander soort video. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!